Alles plus 6. 94 duik, 94 reflex. Als ze hier verliezen, zijn hun kansen verkeken. Wat? Volop talent vandaag aan beide kanten. Antonio Candreva bindt de strijd aan met Falcao. Wat valt er over die twee te voorspellen? Nou, Candreva is een speler die je geen ruimte moet geven. Maar dan schiet hij er als een pijl uit de boog vandoor met zijn snelheid. En wat Falcao betreft, hij is een ijskoude afmaker. Geef hem geen ruimte, want anders is de kans groot dat je de doelpunt om de oren krijgt. Ik ben benieuwd wie van deze tweeën vandaag met de winst vandoor gaat. Het thuisspelende team gaat in deze opstelling. Waar is deze? Wat is dat voor een fucking defense? Hij zit erin. En wat doet hij dat toch mooi daar. Geen diepte kracht, maar gewoon puur op techniek. Deze ja, geweldig gedaan. Heel bewust afgemaakt. Nou, geweldig. Dat is wel bekend, hè? De bal gaat er vandaag voor het eerst in. Sergio Ramos. Dit is alles op een aanval, hè? Wat een snelheid. Oh ja. Ja hoor, hij zet zijn ploeg weer op gelijke hoogte. En is er heel verdediging. Zeg even een gat. Doelpunt, prachtig geplaatst. De doelman was kansloos. Ja, geweldig ingeschoten en inderdaad geplaatst. En dat is knap. Ik ga hem toe. Manolo Gabbiadini. Ik ga hem ontrenderen. Fabio. Een goede reflex. En die bal gaat achter. Het is een ja, Fabio kan trouwen. Quagliarella. Het verbaast me niet dat hij het probeert hoor, Evert, want hij schiet ze er nog wel eens in van die afstand. Ja, mannetjes. Ja, is er niemand vrij op te doen. Hans gaat een beetje oefenen op die corners. Dat is toch niet te geloven? Een Bojan. Het spel. Ja, hij was te vroeg weg. Vlag omhoog voor buiten spel. Wel met tijdje gevochten. Dat was het einde van het balbezit. Komt er een counter? Granero. Die aanval komt niet verder dan het middenveld. Hij ging voor het schot, maar de keeper hoefde niet eens zijn hand uit te strekken. Dat is zijn linkse voet, hè. Hij zag de hele baan van het schot al en zag dus dat hij overging. Fabio Quagliarella. Bojan. Hoge bal richting strafschopgebied. Falcao! Ah. De scheidsrechter geeft een hoekschop aan. Dat gaat niet koppen, hè. Oh. Ja, zo'n slap balletje gaat er natuurlijk nooit. En wat is dit normaal? Hij moet natuurlijk gewoon kunnen uithalen met zijn zwakke been. Maar ja, dit leek niet. Het is omlaag. Oké, geen fout. Ze verspelen de bal. De tegenstander is ermee weg. Hé, hey, oh, wat doen we? Zie. Granero. Nou, dat is een sterretje bedoeld. Wordt nog omgegaan met het balbezit. Nog bij het spel. Chiellini. En niet zo besteed trouwens. En wat de koppen. You go, Bojan, you go. Goeie tackle en opnieuw balbezit dus. Pirlo. Oh, is dat? Daniel Alves. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Ja, en nu? Manolo Gabbiadini. Die had hij nog. Natuurlijk.
Ze zijn op voorsprong gekomen op een heel belangrijk moment. Die had hij nog. Een nederlaag vandaag zou een einde aan alle titelaspiraties maken. Ja, en dan? Ja, nu is het zaak geen tegendoelpunt meer te krijgen. Ze hebben de bal veroverd. Kijken wat ze ermee kunnen. Hij is terug geblesseerd. Oh, ik weet het pas gekast is. Ja, hey, fuck off. Hij zet de fluit voor een overtreding. Blijven de kaart op zak. Daar krijgt hij een gele kaart voor, hoor. Matteo Darmian. Ze vechten om de bal. Oh, fuck, kom, jongen, loser. Ik heb nog een fout gemaakt, of hè? Ondanks de rustige opbouw komt er nu toch een einde aan de aanval. Mata. Ja. Loop ze sneller. Allee. Marquisio. Ja. Wordt flink aangevallen, maar houdt de bal. Hey, Pedro. Dat is niet mijn plan. Sergio Ramos. Qualiarella. Op de dreef en een schot. Qualiarella. Voor een corner. Qualiarella. Weg met die bal, dacht de doelman, en slaat hem weg. Matteo Darmian, Fabio Quagliarella. Ja, weet jij niet meer. Recht op het doel af. Falcao! Achter en een hoekschop. Geen doeltrap. Allee! Fabio Quagliarella. De doelman werpt zich in de baan van die pegel. Jo, nee. Mama! Nou, wat gaat de scheidsrechter daaraan doen? Ja, we hebben dan een die vrije trap. Eens kijken wat ze nee. kunnen doen. De scheids... Kof. Hij is inderdaad nieuw. We gaan beginnen. Eens kijken wat de tweede helft ons brengt. Pirlo. Maar jongen, ik heb al gepast. Pirlo. Hij speelt dus sterren van de hemel. Dit wordt menens. Buitenspel zo te zien, ja. Slimme ingreep op het middenveld en wisseling op balbezit. Vorige match van Italiaans team is 6-1. Wat een actie. Die voorzet gaat het strafschopgebied in. Nee, die voorzet komt niet aan. De bal wordt geblokt. Goed gezien, zeg, hij zag het gebeuren en deed wat hij moest doen om die bal te onderscheppen. Granero, ze toonde... Hoe maakt hij geen fout? Maar het balbezit is nu toch voor de tegenpartij. Deze speler verdient lof voor zijn spel in de eerste helft, Jury. Ah, die speelt bijna altijd goed, hè. En kijk, hij scoort ook nog eens, dus hij zal behoorlijk blij zijn. Nou, hopelijk kan hij nog een keer scoren om de voorsprong nog wat uit te bouwen. Kwaak, kwaak. Allee! Knap verovert de bal daar op het middenveld. Allee! Manolo Gabbiadini.
Hoeveel tackles moet ik doen? Falcao. Ja, dat en ze winnen de bal terug op het middenveld. Marquisio. Jordi Alba. Allee, wat is dit? Hij dwingt hem naar de zijkant en mag zo in. Ik tof. Marquisio. Gaat dit hem worden? Die viel. Pedro. En hij wordt nu aangevallen. Allee. Nee! Nou, afspelen de bal. Er zijn mensen meegekomen. Ja, en nu? Oh, wel doen, jongen. Fuck off. Oei, daar gaat die belangrijke voorsprong. Komen ze deze klap nog te boven, Jury? Nou, dat gaat heel erg moeilijk worden, Evert. Dat is wel een mooie volley. Je weet het nooit. En wat doet hij dat toch mooi daar. Geen brute kracht, maar gewoon puur op techniek. Ja, geweldig gedaan. Heel bewust afgemaakt. Nou, geweldige techniek. Geweldige techniek. Een geweldige gelijkmaker. Nou, deze wedstrijd wordt steeds spannender. Bojan. Nou. Hij kan de bal niet goed aannemen in de drukte. Sergio Ramos. Ondanks de rustige opbouw. Ah, een Ramos. Nu toch een einde aan de aanval. Mata. Zie, hoe zijn weer geen fout? Ik kan niks doen daartegen. Pirlo. En nu is er een gat. Allee. Qualiarella. Verdediger is kansloos. Daar komt iemand die. Hij werkt de bal naar voren. Gestopt, maar kom terug. Aanval afgeslagen en misschien een kans om zelf iets te doen. Jongen, dat was een weggevertje, zeg. En dat op dit niveau. Bojan. Ah, wel een blok. Pirlo. Het zag er goed uit, maar nu loopt de aanval toch stuk. Pedro, daar is de voorzet. Falcao mag het gaan doen. En de keeper pakt die bal. De stand is nog altijd gelijk. De klok tikt door en beide ploegen willen nog altijd winnen, hoor. Het staat nog steeds gelijk hier. Ze vechten om... Nee. Ja! Een gekke feest. Ze mogen een hoek opnemen. Anders, geen enkele verdediger is tegen hem opgewassen. Fabio Quagliarella. Dat ziet er goed uit. Wat doet hij? Ze mogen ingooien. Een tackle op de vleugel. Balbezit. De stand is gelijk en we hebben nog 5 minuten op de klok. Komt er toch nog een overwinnaar? Die voorzet draait naar binnen. Pedro. Een telecommentator. Falcao! En de keeper heeft hem zonder problemen. Ik had moeten schieten, hè. Ja, Pirlo is dood. Sergio Ramos. What the fuck did Alves? En de eindstand ziet er nu heel anders uit. Blijft het ook zo, vraag ik me af. What the fuck did Alves? In 1 minuut extra tijd, Mario. Dit zou wel eens de beslissende goal kunnen zijn. Ja, dit is even bij Alves. Zie, ik dacht dat gaat de kent op. Iedereen ging al uit van een gelijkspel.
beide teams denk ik ook. Hoe vaak deed jij dat niet in? Die is nog een kaartje. Vrije trap, zo laat in de wedstrijd nog. Dat is was vuil. Dit nou de beslissing, Jury? Ja, ik denk dat ze zo ontsnappen aan een verlenging, Evert. Of zelfs wel strafschoppen. Kwak. Daar krijgt hij geel voor. Ja, gedaan. Einde van de wedstrijd, stand 3-2. Geen GG, jongen. Ik zie het niet terug. En mijn Falcao.